Hoi, ik ga je laten zien hoe jij als Damster Dojo leerling, als Appingedammer, les gaat volgen via Discord. En ik ga je een beetje wegwijs maken op de Discord. Discord kun je downloaden of installeren via de website discordapp.com. Daar kun je hem installeren of downloaden of wat dan ook. Je kunt hem ook in je browser openen. Oké, dan kom je op Discord terecht. En ik zal hem eens even starten, Discord. En dan zie je een hele hoop dingen. In het begin niet zoveel als ik, want ik heb al dingen. Het eerste wat jij gaat doen is mij jouw vriend maken. Jij gaat Richel Bilderbeek, hekje 9002, een vriendschapsverzoek sturen. Je gaat naar Home. En dan bovenaan kun je bij Friends kun je mij zoeken. En je stuurt mij een vriendschapsverzoek. Nou, bij mij heeft het geen nut, om ik kan mezelf geen vriendschapsverzoek sturen. Maar dan word jij mijn Discord-vriend, zoals bijvoorbeeld deze mensen. En dan krijg jij een uitnodiging van de jonge onderzoekers. Dit is de jonge onderzoekers-server, daar nodig ik je uit. En op de jonge onderzoekers-server hebben we een hele hoop kanalen. Al deze dingen heten kanalen. En we hebben tekstkanalen, dan zie je een hekje. We hebben wat gesloten kanalen, dan zie je er een slotje bij. En we hebben hier wat praatkanalen, daar kun je mij horen praten. Nou, je komt binnen via welkom. Dan zien we hier mensen binnenkomen die nieuw lid zijn. En op README kun je de link naar de video vinden hoe jij je gedraagt op Discord. Bij het algemene kanaal kun je algemene dingen zeggen. Je kunt daar praten van: hey, hallo, ik ben er. En op mededelingen, daar staat de link naar de YouTube-video hoe je via je eerste processing programma maakt, want we gaan games maken vanavond. Heb je vragen over Discord? Is daar het Discord vragenkanaal en daar zit Daan op. Dat is een leerling uit Groningen. Denk je dat je rechten niet goed ingesteld zijn? Dan staat Joshua erop. Zijn naam is Dinecoder. En het botkanaal is het vetst, want daar heb je dus de bots. En als je daar intypt uitroepteken, wat moet ik doen? Dan vertelt onze bot wat je moet doen. Het algemeen praatkanaal, daar kun je praten. Arduino, kun je Arduino vragen kwijt. Processing vragen. En bot vragen. En hier zijn de praatkanalen. Richard, daar zit ik op. D is een vrijwilliger. Zit je bij D of zat je bij D? Dan ga je bij D in de chatroom. Dirk, doe je Arduino? Dan kun je het aan Dirk vragen. Het algemene leskanaal, daar kunnen we ook gaan zitten. Appingedam is het algemene Appingedamscherm. Nou, zo. Als laatste heb je je opdracht af. Dan kun je mij een persoonlijk berichtje sturen, of aan Dirk of aan D. Dus steeds voor ik wil een berichtje sturen aan Jochiebot. Dat is een bot, dus heeft niet veel zin. Dan kan ik klikken op hem vanuit Home. En dan zeg ik: hoi. En nou stuur ik een berichtje wat alleen de bot kan lezen. Dus als je eindopdracht af hebt, kun je hem daar kwijt. Mooi, dat is hoe wij ons op Discord gedragen. Ik hoop dat we er iets leuks en tofs van kunnen maken en zelfs iets leerzaams. En dan wens ik je vast een fijne avond en tot zo. Houdoe!